zijn vaak best wel lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Helemaal voor jongeren die complexe problematiek hebben. Je hebt bijvoorbeeld op jonge leeftijd iets heftigs meegemaakt. Nou, dan kom je niet altijd durf je dat meteen te vertellen. En als je dat niet durft te vertellen, kom je vaak op een hele lange wachtlijst te staan. Nou, ben je eindelijk ergens bij een instelling aan de beurt en hoor je vaak, je bent te complex. Want je hebt al ook weer allerlei andere dingen meegemaakt of gekregen. Hè? Bijvoorbeeld sommige jongeren krijgen een eetstoornis erbij, gaan zichzelf snijden, krijgen dwangstoornis. Ben je te complex, kom je op een nieuwe wachtlijst. Nou, dan zijn jongeren eindelijk na jaren aan de beurt en word je 18. Ja. Dan val je voor de wet niet meer onder jeugdzorg. Dan moet je dus naar de GGZ. Nou, dan begint het verhaal weer opnieuw. Ja, je raakt je vertrouwde hulpverleners kwijt. En je komt weer op een nieuwe wachtlijst. Waarom we het er vandaag weer over hebben. Deze week kwam Stichting Het Vergeten Kind met weer een oproep aan de politiek. Los dit nou een keer op. Het kabinet wil het niet doen. Waarom gebeurt dit niet? Waarom is hier geen oplossing voor? Ja, dat is al heel lang mijn frustratie. Want we moeten af van die harde knip tussen 18 min en 18 plus. Dat als je 18 wordt, dat je voor de wet niet meer onder de jeugdzorg valt. En bij sommige gemeenten kun je dan aankloppen en die zeggen, nou, we betalen nog een tijd door en jouw behandeling wordt voortgezet. Bij sommige gemeenten niet. En sommige jongeren staan daardoor zelfs op straat. Die worden daardoor dakloos. Dat bleek ook uit dit onderzoek. En dan ga je proberen om dat op te lossen. Dus je kaart het aan en dan hoor je dat alle Kamerleden en eigenlijk ook bewindspersonen vinden dit een groot probleem. Wat vind je van de houding van het kabinet op dit moment? Ja, het kabinet zegt natuurlijk, we gaan dit niet regelen. Maar wat ik me wel afvraag is, jij kwam anderhalf jaar geleden toen we elkaar spraken, toen zei je, ik kom gewoon met een initiatiefwet. Ja. Dus dat betekent, dan maak je zelf een wet, je maakt zelf een plan en je zorgt ervoor dat het gewoon gaat veranderen. Ja. Waar is de wet? Ja, die is nog niet af. Wanneer is die af? En in alle eerlijkheid, kijk, we hebben natuurlijk geprobeerd om dit eerst door het kabinet, een staatssecretaris, een heel ministerie met allemaal medewerkers, en kan daar dus op een makkelijkere manier een wet schrijven dan wij. Ik ben met mijn collega, die fantastisch is, zijn we met z'n tweeën bezig met al het beleid op onderwijs en heel veel beleid op zorg. Maar hoe lang heb je daar nog voor nodig? Nou, wij komen best een eind met die wet. Maar ik wil pas een wet indienen op het moment dat blijkt dat we ook een meerderheid gaan halen. Ja, dus ik besteed nu best al veel tijd. Maar gaat het nog een jaar duren? Gaat het nog 2 jaar duren? Dat hangt er dus vanaf of wij medewerking gaan krijgen van andere partijen in de Tweede Kamer. Die wel vaak zeggen, ik vind het een probleem. Maar dan kloppen we bij ze aan. En dan is het toch allemaal maar moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar dan laat het kabinet deze jongeren in de steek. Jij wil ze wel graag helpen, maar je hebt te weinig medewerkers om dit goed te doen. Wie gaat deze mensen dan goed helpen? Nee, niet. En dat is een groot probleem. Want een probleem waar wij dus tegenaan lopen is dat als je iets voorstelt, moet je ook aangeven waar het geld vandaan moet komen. En dan is dit dus, het kost natuurlijk geld om jongeren na hun 18e nog een tijdje te helpen. Om hoeveel jongeren gaat het dan? Om wat voor aantallen gaat het dan? Ja, dat hangt er even vanaf welke groep je erbij pakt. Want je hebt jongeren die zitten in een instelling. He, dat zijn er dat aantal wordt wat minder door de jaren heen. Want we hebben liever dat jongeren thuishulp krijgen. Maar als je kijkt naar de totale aantallen van jongeren die jeugdhulp krijgen, dan is dat tegenwoordig 1 op 7, 8 jongeren. Nou, lang niet iedereen heeft natuurlijk echt die complexe zorg nodig. En lang niet iedereen hoeft ook na hun 18e nog hulp te krijgen. Maar dit is dus weer precies een geldkwestie. En dan merken we gewoon dat in Den Haag het altijd heel makkelijk is om te vertellen, zoveel kost het. En dan kom ik met het argument, maar als we voorkomen dat jongeren dakloos worden, en dan kost het toch veel dan minder. Dan levert dat hun leven lang, dan levert ons dat als samenleving een leven lang, levert dat veel meer op. Ja.